Toen we in de vorige aflevering elkaar eindelijk hadden gevonden in Mogilevka, zijn we gelopen naar Visnoye om vervolgens naar Starry te gaan. Dit is allemaal gefilmd vanuit een livestream en toen we helemaal bij Novi Sabor aankomen, werd het wel heel spannend. Je hebt een map? Kompas? Weet ik het? Heb ik een kompas? Nee, ik heb geen kompas. Heb hij ik blijft maar zitten, hij zit op ons gericht. Nee, ik heb ook geen ja, map. Ja, hij zit om mij te kijken. Ik ga hem schieten. Ja? Ja. Als jij schiet, dan ga ik staan, dan ga ik hem ook, ja? Hij beweegt. En dan Jimmy was killed. Ik zie hem niet meer. Fuck. Disconnect. Ziet hij ook? Ja, ik zie hem niet meer. Fuck. Gewoon hem rapen? Hij is inderdaad weg. Nou ja, wat een noob. Ik ben hier niet voorbij gelopen dan. Hij is er weer, hij is er weer. Is er oh weer. Ja, er ligt ook nog iemand. Ik zag hem. Er ligt ook nog iemand. Daarachter. Naast met een wapen. Daarachter. Achter een bosje. Is hij dood? Ik denk dat hij passed out is. Of niet? Zullen we naar hem toe gaan? Ja? Ik ga wel. YOLO, doei. Okay, nee, blijf ik zie daar, achter, daar rechtsachter zie ik ook nog iemand doodbloeden inderdaad. Ja, die bedoel ik. Nee, maar daar ook is iemand achter in een bosje zitten. Hij ligt, okay. pas op, hij leeft volgens mij. Oké, okay, ik loop. Jullie hebben mijn rug, hoop ik. Nee, ik sta, er ligt naast je, hè, rechts. Oké, okay, ik zie twee mensen dood. Dood? Eén achter een bosje. Ja. Is hij dood? Doei. Ja. Oké. Okay. Maar blijf daar liggen alsjeblieft, dan kunnen jullie gewoon mijn rug... Oh, oké. Okay. Jullie hebben twee scopes, dus... Ik kan niet je rug pakken, maar... Wel eens... Nee, maar... Ah. Oh. You serious? Je damn it. You serious? Nee. No! Nee! No! Nee. Server! Why? Nee. Zou het een private hive server zijn? Nee. Nee. God damn it. Want ik spannen gewoon met mijn shit. God damn it. Nee. Ja. Nee. God damn it. Nog steeds geen idee wie jullie nou precies lagen. Volgens mij zijn jullie omhoog gelopen dan of zo, of niet? Richting de stad. Ja. Fuck. Ja, ik ben stupid, twee mensen dood, dat vond ik wel bagger. Fuck. Nou. Wat? Ja, ik ben er. Ik ben wel iets hier weg van waar ik was, maar... Nice. Ik ook. Oh, beetje. Daar sta je! Wauw! Waar sta ik? Nee, die laag. Dit is, die laag. Dit is Dennis. Jeez. Ik heb een rood ketentje, jullie ook? Ik ik ook. Ja, ik ook. Maar, zeg maar, ik ben... Ben je naar de oude plek gerend, Dennis? Waar we net ook lagen, zeg maar? Ja. Oké, okay, kom ik ook. Ah, die stomme stenen lijken... Nou ja, ik lag niet precies naast jou, maar... Die stomme stenen... TGK is een game kanaal. Wij kijken nu naar de grote barn, zeg maar, en de toren, kijken wij. Oké, kom eraan. Hey jongens. Ik zit gewoon even die... langs die bosrand open. Yo. Hey jongens, die stenen lijken erg op tents. Boyd, links. Tons. Links, ja, Boyd. Ja, I see, maar ik ga wel gewoon. Cover, nee, we ja? zijn hier met z'n tweeën. Ja, cover. Oké. Okay. Oh, man mode. Maar waar ga je heen dan? Ja, achter. Weet je wel, achter die tenten van Starry. Starry is sober. Oké, okay, dan komen wij even iets na jou. Hoppa Gangnam Style. Wat ben je aan het doen, Jim? Gangnam Style? Ja, ik hoor die vogeltjes. Ah. Dat is een irritante vogel. Ja. Ik zou dat je daar ook echt fysiek iets aan kon doen. Dat je hem uit een boom kon schieten ofzo. Man, zou dat awesome zijn. Ja, uit een boom. Dat zou net even dat extra reality erin brengen. Extra reality inderdaad. Dat je op een boom kan zitten en uit een boom schieten. Zo'n vader gehoorde kutkraai uit de boom schieten. Oh. Voldoening. Maar echt, zou ik maar 18 jaar gaan rennen dan? Volgens mij ging je deze kant op. Ik vind het hier verbijsterend leeg, hier in Starry Sabor. Sober. It's quiet. Too quiet. En je hebt de doel. Ik zie iemand! Wat? You kidding me? Yep. Wat? Nee, ik kid niet met je. Hij steekt zeker net over het grasveld? Of? Nee. Niet achter ons. Niet achter me. Okay. Echt gewoon voor ons. Achter. Je weet die hill? Ja. Waar je normaal gesproken iedereen altijd loopt te snuiven, daar staat volgens mij een hero achter. Ik zag hem net staan. Ja, ik snap niet hoe jullie weten dat je, waar je het over hebt. Je bedoelt die hill. Ik kijk om me heen. Ja, ik zie Jim, kom maar naar mij. Achter je, Jim. Ik zie hem. Kom maar. Waar, boy? Ik zie hem niet. Zie je mij, Dennis? Nog niet. Ik zie jullie niet eens. Past, hou je back. Je bent een fucking electro. Kom maar. Ik zie jullie rennen, kom maar. Ik zit bij die steen.
Zie je me? Ja, ik denk ook steen. Loop ik nu rennen? Oh, ik zie je rennen? Ja, ja. Met een... Ik weet niet. Ja, Andrew, wees maar even stil. Jij bent het niet, toch niet? Ik zie iemand rennen. Jim Bailey. Jij zit hier. Nee, ik ben hier twee mensen. Ik ren achter Dennis aan. Hij staat ook heel erg stil, dus volgens mij is hij al dood. Of hij spalt nog. Gaan we er naartoe? In ieder geval, ja. Kom maar even hier natuurlijk. Lopen jullie nu links van zo'n kleine bosje? Wij zitten bij Starry Shabor. Ja, dat zeg ik toch. Ik ben ook in Starry. Ben jij dat? Heb jij een hero suit? Nee, ik ben bij de heel, zeg maar, achter jullie. Oké, okay, nou dan... Wij ik zie jullie met z'n drieën zitten. Oké, okay, doen jullie maar cover. Ik ga wel kijken. Ik ga ook kijken. Ik kijk, ja, maar laat jullie even zitten met de scope een beetje achter. Ja, ja. Oh, damn it. Volgens mij is hij al dood. Dat beweegt ook niet. Hij is sowieso dood. Hero. Ik zie geen enemy. Oh, ik heb opeens iemand kwijtgeraakt. Ik ben dood! Oh. Echt? Nee, iemand schiet op me, help! Waar? Damn. Je bent echt dood. Geschoten. Ik ben dood. Hij is op dood. De hill. Op de hill? Ja, achter jullie, zeg maar. Fuck. Ik hoorde helemaal geen schoten, dus hij moet verder weg. Ik was ook geen maar. Dus er zit, Dennis, pas op, er is een sniper. Ja, die Dennis oplet. Jezus, ja. Ik kom net in de Starry Support met een fucking killer van een sniper. Fuck. Oké, okay, er zit een M16A2 in. Oké. Okay. Waar zijn jullie? Ja, ik lig naast een bosje even richting die andere kant te kijken. Novi Sabor kant te kijken. Ik hoorde ook geen schot, dat is wat met. Nee, ik hoorde helemaal niks. Nee, maar zeg maar, waar jullie net vandaan kwamen, van de Wisnoje, ja? Naast wie lig ik nu, zeg Sherik? Ikke. Maar ja, die gast heeft geen gearless suit, maar hij kan mijn gearless suit pakken, die ik had voor jullie meegenomen. En aandoen, dus. Ja, ik probeer movement te zien, maar ik zie niks. Gewoon blijven liggen, met z'n allen? Dat zou ik doen. Hoe achterliep je achter ons, Andrew? Zeg maar waar jij toen stond te wachten, een beetje te kijken naar waar wij vandaan kwamen, daar zit hij. Daar komt hij vandaan. Alleen... Kijk ik de goede kant op volgens mij. Ja, ik ook, maar ik zie nog niks. Wait, je hebt toch map, hè? Yep. Nou, ik kan je coördinaten zeggen waar die ongeveer was. Oké. Okay. Zeg maar. 066. 70. Waar de fuck ben ik ook weer? Star Sabor 066 en 081. Echt daar normaal? Ja. Dat is best wel bokkend weg van ons. Nou. 800 meter. Maar dat is een hele andere kant op dan wij moeten kijken. Weet je het zeker? Ik zie het. Hij schoot hem. Een hacker. Iemand schoot. Echt heel dichtbij, maar ik weet niet eens. Erg achter die bosjes vandaan, maar ik heb geschoten. Ik heb fucking vaak geschoten op hem, maar hij gaat niet dood. Hij ligt achter het bosje. Fuck. What the fuck, man? Hier wil iemand dood liggen. Ja, ik heb iemand neergeschoten, maar er zit nog één achter het bosje. Is hij ook dood? Down, sukkel. Kijken. Ga niet kijken, hij zit achter het bosje. Ja, maar ik doe het. Weeg maar hoor, kom maar. Oh, je fucking bakkers. Ik hoor hem bewegen, wie beweegt? Ik was ik. Hier is een kut. Ik weet niet waar jij zit, boy. Ik zit links van jullie. Ik schoot ook met... Ik deed één stapje, nu een stapje. Al die schoten die je hoorde, dat was van mij. Eerst hoorde je een AK. Of een AKM of iets dergelijks. Toen heb ik die gast of neergeschoten. Of die andere dude heeft hem neergeschoten. Ik zag in ieder geval geen bloed. Zie je nu iemand dood liggen?
Zou ik gaan bukken? Of is dat riskant? Ik zit, zeg maar. Maar jij zit in een bosje? Ook of niet? Ja. Ik zie ook niemand meer, moet ik zeggen. Ja, ik zie een dood iemand liggen, maar... Ja. Dus ik ben vermoord door een hiker? Ik zie ook een dode, maar hij zit links daarvan, een beetje. God dang it. Of is hij ook dood? Weet ik niet. Zal ik gewoon gaan? Bukken? Okay, ja, buk. Dan kan ik denk beter gaan. Die mag niet. Ik bewegen. Mhm. Niks. Het was ook niet ook, het was ook niet een DMR, Andrew. Ook gaan kijken? Raar, maar... Oké, maar het was... Ik zie nog iemand, Sniper. Ja, ik zie hem, Rechts van ons. Of ben jij dat? Ik zit in een bosje. Niemand. Iemand zit in het open veld. Ja, daar ben ik niet. In het open veld? Ja, een beetje. Ja, dat ben ik zeker niet. Beetje aan de rechterkant, een beetje aan jullie kant op. Fuck. Dit is raar. Ja. Ik zie jullie zitten naast me, ik zie het. Ik lig naast jullie. Ik zit in een bosje. Ik lig naast Jim. Waar zie jij hem dan? Ligt naast mij? Ik lig naast jou. Really? Jim, jij hebt een M14? Ja, geloof wel. Ik sta naast je. M1911? Ik sta naast me. Naast je. Ik zie je niet. Jij kijkt helemaal niet naast me. Wie is dit? Ja, ik ben dood. Ben je er nou? Oké, okay, ik ben ook dood. Oh, wauw. We zijn allemaal dood. Fuck. Hacker. Dat is dan toch zeker wel een hacker, denk ik. Ik denk het wel, ja. Ik bedoel, ik kom net in een hiel liggen. Ik zag echt niemand rond. En dan opeens achter me. Poeg, dood. Well then. Nou, dit was voor deze aflevering of zo. What the fuck just happened? Ik, maar jij keek niet naast je. Of keek je wel naast je? Jij zat niet naast mij. Jij ik zat had een Dennis, M... Hè? Oh, dan was je dat helemaal niet, joh. Ik had een M1911. Wat staat er? Een handgun. Oké, voor volgende keer. Betere communicatie. Wat? Nee, maar jij, ja... Je had een M14, zo'n sniper. Zo'n sniper-achtige gun. Dat wel, ja. Dat klopt. Zo'n lang ding, ja. Heb jij naast je gekeken door helemaal je gun te draaien? Ik heb helemaal om me heen gekeken. Ik heb een rondje gedraaid. Wat? Nou, dan was dat het. Maar dan had je Dennis toch ook moeten Maar er was nog iemand achter mij in één keer, randomly. Met een andere gun. Wauw. Nou, ik was met een M16. Ik zat in een bosje. Wauw. What the fuck? This happened. Hacker, 100%. Oké. Okay. Nou ja, goed. Nou, ik stop de recording hier even. Ik ga even de... Goed, ik zal even de overlay goed zetten. Even mijn naam changen. Wacht even wat te zeggen. Ik wil ook even wat... Toen dus dood werden geschoten, zijn we opnieuw gespand. Ik spande in Electro en ik ben op een gegeven moment gewoon gaan rondlopen om te kijken... Waar gaan we nou eigenlijk naartoe? Op een gegeven moment kwam ik iets heel raars tegen. Jesus Christ. Mijn chat doet het niet meer. What? Who the fuck spam ik? In Electro, maar hoe? Ik spam liggend. Hey, dank je man. Awesome. In het water, helemaal doorweekt, ik ben aangespoeld. Hi. God damn it. Je bent ook aan het recorden zo. Ja, weet ik maar, ik net niet. Ik airstrip spam. Wow, hele... Wow. What the fuck? De hele hospital is opgeblazen. Oh. Kan dat? Ja, joh. Ja. Holy shit, gek. Ja, dat kan met saddle charge. En het schoolgebouw ook. mooie tijden. What the fuck? Oké, deze server is ook gefucked, denk ik. Vandaar dat ik lag heb in Electra. God damn it. De hele schoolgebouw is weg. In dit... What the fuck? Zijn ook de ramen kapot? Het regent naar binnen. Geen loot, geloof ik. Oh nee, iemand is dood hier. Hier ligt... What the fuck? Er is helemaal geen loot. M4A1. Er
Het hele schoolgebouw is... Ik zie daar iemand dood. What the fuck? Oké, ik heb weer een checkpad. Oké, we gaan gewoon naar beneden. Yes. Ga wat langs. Neer. Ligt iemand dood. Select your gender. I'm male. I have a penis. Oké, toch wel, hè? Otmel. Oh, die zit de hele stad is opgeblazen, joh. Jongens, ik heb... Hier ligt iemand dood. Ja, ik heb ook iemand dood gevonden, Boyd. Oh, hier liggen twee mensen dood. Iemand een radio en een rangefinder. Oh. Een M14. Ik heb M4A1 holo. Awesome. Ik heb een G17, GPS, hatchet, hunting knife, map. Boyd, wat nou, hè? Nou, ik heb een radio. Bam. Dat is veel beter. Ik ben een helikopter. Leg hier een helikopter in het water, klopt dat? What the fuck? Ja. Jezus, leg hier een chopper in het water. Wat, waarom is dat? Hexit was kill. L86A2 LSV ofzo. Wat? Awesome, ik heb wapens. Wacht, jongens, is L86A2 LSW een legit wapen? Ja. Wat? Dat is die ene met thermal sight erop. L86A2 LSW. L85, AWS, of niet? 86. Oh, de 86. Oh. Van pakken. Fuck sakes. Doet die pang pang? Eens pakken. Seems legit. Oké, ik heb een wapen. Nou, ik heb een... Ik heb een Cherno vol met loot. Vanuit Electro ben ik richting Cherno gelopen. Daar kom ik de raarste dingen tegen. Okay, ik zie een flinke twitch, maar het was zeg maar een storing bij hun. En nog een heli crash. What the fuck? Iemand WhatsAppt. Ja, als ik praat en ik krijg een berichtje binnen, dan wat. Ik zie een doos. Oh nee. Ja, yes. Nee. Victory. Yes. Wat houdt chopper? Een kapotte chopper met een doos. Boy, nee. Yes. This is it. Met een doos? Nee. Ik nou joh, ik loop op de dock denk ik al. Niet de magical doos. The magical box. Yeah. The magical box, baby. En wat zit er in de magical box? Alles. Alles. Echt alles? Alles. Wat je wilt. What the fuck? Hoe vaak komt het voor dat je die hebt? Nooit. Tenzij het gehackt is. Ja. En dat is dus nu het geval. Gewoon zo'n magical doos als in... zombie nee, in zombie van Call of Duty. Ja, let's do this. Oh, echt zo. Oh, ik zit nou op die doos. Hallo, medical box. Is het... Papa! Ja? Ja? Het is er zover! Oh god. Yes, okay. What the fuck? Waar hebben we zin in, jongens? Kun je dat voertuig uithalen? Pas dat er weer niet in. Dat gaat weer net even te ver. Oh my god. Oh wow. Kun je doos gewoon niet optillen, weet je? Ja, dat is vreselijk. gewoon heel de doos in je tas daar, weet je? Vind je dat echt leuk? Het is eigenlijk wel grappig soms. Oh god. Het is een soort zeldzame Pokémon die je tegenkomt. Echt hè? What the fuck? Af en toe is het leuk, altijd, je komt ze nooit vaak tegen, dus ja. Boy, je pakt direct eerst 50 en 4 mensen keer en dan ga je weer dood. En dan... Nou, er zit ook ghillie suits in hè? Natuurlijk. Neem 50 ghillie suits mee. Echt hè? Nee, ghillie suit. 5 stuks zitten erin. Forever cola. Wacht even, eerst moet ik even mijn Alice pack droppen. Yes, hoe zwaar zou zo'n pack in het echt zijn, jongen? Niet normaal. Waarom moet je Alice pack droppen? Soms dan gaat hij kapot, hè? Hey, je legt een speler dood. Zo, there we go. Jim, als ik jou was, zou ik nu teruglopen. Hey, waar is mijn Alice pack? Alice pack is weg. Oh, godverdetering. Boy, heb je nu... alles staat in de fik hier zo. Alice pack verneukt. Yep. Ik denk dat ik eindelijk naar de hel ga. Boys, er waren die toch 5 kutopmerkingen die ik ooit heb gemaakt. Nee, 1. Oh, 1 nou. Andrew had geluk. Hij kon meteen hier naartoe komen omdat hij in Electro was gespand. Maar wat gebeurde er toen?
Ja, nee, kijk. Pas op. Ga liggen. Nee. We're fucked. We're fucked. Komt hier voorbij. Nee. Hij stopt. Hij stopt. Fuck, nee. Stopt-ie? Ja. Ja? Toch? Nee. Ja. Nee. Rennen. Nee. Goeie muziek, Jim. Nee. Stil eens. Hij komt ons halen. Moet je schieten? Ja? Wacht even, nog niet. Wacht even, ik ga even spullen pakken. Ik schiet op hem. Van het vuur. Ik heb toch... Weet je die serie nou al? Ik heb toch zat kogels, weet je? Ik heb zat guns hier. Pak een AS-50. Boyd, waar zijn alle wapens? Boyd. Wat? Waar zijn alle wapens? In dat ding. Er ligt alleen een M14 in. 50 baked beans, 50 dit en... Normaal niet. Alles is weg. Normaal niet. Ik kan alles nog pakken. Nou, bij mij... Ik kan even AS-50. Waar is de AS-50? Bij mij is het geglitcht hoor. Oké, ik heb de AS-50. Waar is die? Waar is die heli? Nu zie ik jouw wapen liggen, maar... Hij is weg. Waar is de AS-50? Waar is de heli? Fuck. Hij is weg. Nee, we zijn te laat. Hij is in de Cherno. We zijn te laat. Oké. Vanaf dit punt was mijn X-Split gecrashed en was de recording dus gefaald. We hebben nog wel andere spullen gerecord. Maar het zit er vandaag op voor deze aflevering van Scouting DZ. Bedankt voor het kijken. Vond je dit nou leuk? Geef dan even een duimpje omhoog. Hoe meer duimpjes omhoog, hoe beter. Kunnen wij ook zien dat we goed ons best doen. Misschien vaker DZ posten? In ieder geval, dit is onze eerste test met de livestream. Vertel ons wat je ervan vond. Het is een beetje anders. Het is voor ons net wat makkelijk, want we kunnen gewoon livestreamen in DZ. En ook gewoon recorden tegelijk. Dus vond je dit gewoon chill? Het is niet 1080p, maar wel gewoon 27p. Vond je dit handig? Zet het even in de reacties. Want ja, dit is voor ons een stuk makkelijker om DZ te posten. Dus misschien kunnen we vaker in de week DZ posten. Maybe. In ieder geval bedankt voor het kijken. En tot volgende week zondag.